Dag en nacht werkt in gestadig tempo een wonderbare machine in het menselijk lichaam, het hart. Van de dartelheid der kinderjaren door de jaren heen tot de trage ouderdom klopt het hart ongeveer 2,5 miljard maal. Het hart is een spier die werkt als een pomp om de omloop van ons bloed te verzekeren. De kracht van iedere slag komt uit het hart zelf, zoals we hier zien met het hart van een schildpad. Het blijft kloppen zelfs nog na uit het lichaam verwijderd te zijn. Dit automatisch ritme is zichtbaar zelfs in een klein stukje van de hartspier. En zelfs nadat zulk een apart stukje hart heeft opgehouden te kloppen, kunnen mechanische prikkels kunstmatige samentrekken verwekkingen. Het menselijk hart is een dubbele pomp. In iedere sectie van zijn dubbele activiteit dienen de bovenste boezems voor het opslorpen. De rechterboezem neemt aderlijk bloed uit het lichaam dat arm is aan zuurstof, maar geladen met overtollig koolzuur. De linkerboezem ontvangt het gezuiverde bloed dat van de longen komt. Deze boezems ledigen hun inhoud in de ontspannen hartkamers eronder. Deze kamers trekken zich samen kort na iedere slag van de boezems en zij werken als echte pompen. Het bloed wordt van de rechterkamer door de longslagader naar de longen gestuurd om gezuiverd te worden, terwijl de linkerkamer het zuivere bloed door de aorta en andere slagaders naar alle delen van het lichaam zendt. Let erop hoe doelmatig de hartkleppen werken. Wanneer de hartkamers na een samentrekking zich ontspannen, gaan de kleppen van de twee slagaders dicht, zodat het bloed niet kan terugvloeien. De kleppen tussen de boezems en de kamers gaan open, zodat de kamers gevuld worden met bloed uit de boezems. Nu begint de samentrekking van de kamers. Als de klapvliezen dichtgaan, doet de samentrekking van de hartkamers de aderkleppen opengaan, zodat het bloed vrij kan uitvloeien. De hartkleppen in werking, het bloed kan in één richting vloeien, maar de kleppen beletten dat het in de andere richting gaat. Er is een hartklopping wanneer de kamers zich samentrekken en een tweede wanneer ze zich ontspannen en de uitlaatkleppen dichtslaan. Dit tempo van 70 hartkloppingen per minuut is normaal voor een gemiddelde volwassene in rusttoestand. Tijdens een beweging en langer na echter klopt het hart veel vlugger. Het hart van de schildpad laat toe te zien hoe sommige factoren het ritme van de hartkloppingen kunnen wijzigen. Bij beweging stijgt de temperatuur van het lichaam. Dit hart wordt met een warme zoutoplossing bevochtigd en begint onmiddellijk vlugger te kloppen. Choline, waarvan de hoeveelheid bij iedere beweging in het bloed toeneemt, prikkelen eveneens het hart om vlugger te kloppen. Het hart bezit ook remmen, een paar zenuwen die de werking van het hart vertragen wanneer ze geprikkeld worden. Deze hartbewegingen bepalen ook de polsslag en het vullen van de slagaders met bloed wanneer het hart zich samentrekt en het leeglopen wanneer het hart zich ontspant. Het bloed wordt naar alle lichaamsdelen gepompt door de slagaders waarin het met stoten vloeit. De slagaders vertakken zich tenslotte in microscopisch kleine haarvaten die men in alle lichaamsweefsels terugvindt.
Door de dunne wanden van deze gaarvaten, waar het bloed zeer traag vloeit, kan het in contact komen met zuurstof, zoals in de longen, of met voedsel, zoals in de ingewanden. Op dezelfde manier kunnen overtollige stoffen of andere voortbrengselen van de cellen in de bloedstroom opgenomen worden, die ze dan naar andere cellen voert of naar de uitscheidingsorganen. Van de gaarvaatjes vloeit het bloed terug naar het hart door de aders, waarin het, in tegenstelling met de slagaders, geleidelijk vloeit. Het bloed vloeit vlugger in de grotere bloedvaten, maar trager in de gaarvaten. Dit verschil in snelheid is zuiver werktuigkundig. In dit voorbeeld bedraagt de totale doorsnee van de kleine buisjes meer dan die van de grote. Niettemin is de snelheid lager in de kleine buisjes dan in de grote. Precies hetzelfde gebeurt in de slagaders en in de gaarvaten. De bloedvaten zijn echter geen zuiver passieve geleiders, want door middel van spieren binnenwand kunnen kleine slagaders uitzetten of krimpen en daardoor hun doorsnee vermeerderen of verminderen. Aldus regelen zij de bloedsomloop volgens de behoeften van de verschillende organen en andere lichaamsdelen. Wanneer de spieren van het geraamte werken, worden de bloedvaten in de spieren breder. Aldus wordt de grotere hoeveelheid bloed die door het hart gepompt wordt afgeleid van streken als de ingewanden, waar de weefsels minder actief zijn, naar armen en benen, die een grotere bedrijvigheid aan de dag leggen. De spieren in de bloedvaten worden ten dele beheerst door zenuwen. In dit konijnenoor hebben we de halszenuw overgesneden, waardoor de bloedvaten zich uitzetten. Maar wanneer de halszenuw geprikkeld wordt, zien we hoe de bloedvaten zich samentrekken. Een belangrijke factor in de bloedsomloop is de bloeddruk in de aders. Indien de bloeddruk niet hoog genoeg blijft, ontstaat tijdelijke of blijvende schade. Indien de druk te laag is om het bloed naar het hoofd te stuwen, ontstaan bezwijmingen in gevolge onvoldoende toevoer van zuurstof naar de hersenen. De bloeddruk in de slagaders houdt nauw verband met het uitpompen van het bloed door het hart, zoals we kunnen vaststellen bij deze verdoofde hond. Wanneer het ritme van de hartkloppingen vertraagt, daalt de bloeddruk. Wanneer het ritme verstelt, stijgt hij. De hoeveelheid bloed in omloop bepaalt eveneens de bloeddruk. Hier geven we een nabootsing van bloedverlies door een wonde en de bloeddruk daalt. Een onvoldoende bloedaanvoer in vitale organen kan de dood voor gevolg hebben. Een bloedovertapping of zelfs een inspuiting met een zoutoplossing herstelt de normale bloeddruk en kan dikwijls een leven redden na hevig bloedverlies. De derde factor voor het bepalen van de bloeddruk is de doorsnee van de bloedvaten. Wanneer een groot aantal bloedvaten vernauwd zijn, stijgt de bloeddruk. Uitzetting van talrijke bloedvaten heeft een daling van de bloeddruk voor gevolg. In deze film hebben we geleerd hoe aan de verschillende behoeften van het lichaam in rust of aan het werk afdoende en automatisch voldaan wordt door aanpassingen van het hart en van de bloedvaten. Het merendeel van deze kennis werd verworven door proefnemingen uitgevoerd door beoefenaars van de medische wetenschap in een rusteloze strijd tegen de oorzaken van ziekte en dood.